Pinksteren, de 50ste dag, 7 weken van 7 dagen en de dag daarop, de allerlaatste. Pasen is echt voltooid. We vierden de verrijzenis van Christus. We vierden zijn hemelvaart. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En nu vieren we tenslotte de gave van de Heilige Geest door de Vader en de Zoon aan het volk Gods. Zalig zijn wij voor deze mooie hoogdag. De Geest die in het begin, helemaal in het begin, zweefde over het water, zoals het boek Genesis het ons vertelt. De Geest die God in de neus van de eerste mens inblies. De verdediger. De trooster die Jezus had beloofd. Het is toch heel spijtig dat we dat allemaal niet samen kunnen vieren. Maar we kunnen toch samen bidden voor de Heilige Geest. En vragen dat de Vader die geest blijft geven aan de wereld, aan de kerk en aan ons, aan ons eigen. Aan de wereld. Mocht de Heilige Geest alles nieuw maken, alles vernieuwen. Mocht de Heilige Geest veel vreugde brengen in deze wereld. De vreugde van het evangelie verspreiden. De liefde van God. En hoop, zeker veel hoop. We weten, het staat vermeld in het Johannesevangelie, de Geest waait waar hij wil. En je weet nooit waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. We bidden voor de Heilige Geest, voor deze wereld. Maar ook voor de kerk. Dat de Heilige Geest ons één mag maken, eenheid mag teweeg brengen. Het is soms heel moeilijk in onze kerk. Eenheid. Dat de kerk trouw mag blijven in die kracht, trouw aan haar zending het evangelie te verkondigen. En we bidden ook voor ons eigen, ja. Heer, geef ons uw Heilige Geest. En zoals Paulus het beschrijft in de brief aan de Galaten, zoveel vruchten, vrede, vreugde, geloof, zachtheid, deemoedigheid, aandacht voor de anderen. Dat is allemaal van zo'n groot belang. Ja, Pasen. Pinksteren bestaat niet zonder de verrijzenis van Christus en het paasfeest. Maar het paasfeest zou niet helemaal compleet zijn zonder die belofte die nu voltooid is. De gave van de Heilige Geest. Mooie hoogdag, beste mensen. En tot binnenkort.